De organisatie Junior Chamber International, GCI, heeft een nieuwe kamer in Kommerwijnen opgericht, genaamd GCI Kommerwijnen. Hakim Lal Mohammed, vicepresident External, zegt dat conform de visie van de organisatie het nodig was verder uit te breiden. En GCI's vision geeft aan to be the leading global network of young active citizens. En als we zo'n visie willen bereiken, die doen we stapvoets natuurlijk, andere districten, andere jongeren binnen Suriname, ook de gelegenheid te geven GCI dichter bij huis te brengen, zodat ze niet zo ver hoeven af te reizen voor een GCI-kamer. Vandaar onder andere GCI Kommerwijnen, zodat er eentje is aan de andere zijde van de Bosjebrug. En zodat wij als members van de GCI onze doelen kunnen bereiken. En onze doelen zijn, zoals onze vision aangeeft, om leiders te creëren. Leiders die Suriname, die hun eigen gemeenschap eerst natuurlijk, leren te leiden naar een duurzame toekomst. Om zodoende Suriname en de wereld te helpen opbouwen. Secretaris Savante Helstone zegt dat deze nieuwe kamer een boost in de ontwikkeling van het district zal betekenen. De nadruk zal voornamelijk gelegd worden op het ontwikkelen en bevorderen van ondernemerschap. We willen beginnen met een fundament waarbij we dus jongeren vooral in Kommerwijnen gaan brengen van non-actief naar semi-actief tot volledig proactief. En dat komt door middel van individuele ontwikkeling die je kan bekijken, communicatoire impact. Denk maar aan internationale samenwerkingen, ook op nationaal niveau gaan we dat doen. En op al die manieren willen we dan die verandering gaan brengen. En natuurlijk komt het ook een beetje met de aanpak en dan denk ik aan trainingen, sessies, motivational speeches. Denk maar aan recruiten van de jongeren daarin komen wenen om deel te nemen aan GCI komen wenen. Om dan zo die ontwikkeling te ervaren, maar dan natuurlijk ook om het over te brengen voor de samenleving, zodat geheel komen wenen hiervan kan gaan genieten. De secretaris gaf verder te kennen dat de bedoeling is samen te werken met andere organisaties. Er zal worden gekeken naar de competenties van de jongeren en projecten worden ontwikkeld om die aan te scherpen, aldus Helstone.